Super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik mezelf uitdagen om met een bepaald budget te gaan winkelen. En de winkel waar ik vandaag naartoe ga is de Zeeman en ik neem het budget van 30 euro mee. Dus met dat bedrag en niet meer moet ik dingen gaan shoppen. Op deze manier wil ik mezelf eigenlijk gaan uitdagen om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk spullen te halen die wel bruikbaar zijn en ook wel dingen die ik misschien al wilde hebben. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb al eerder in het verleden een budget challenge gedaan. Zo heb ik een keer een Primark outfit voor 20 euro gescoord. Maar nu ben ik gewoon benieuwd wat ik voor 30 euro kan scoren. Mocht jij zoals ik dit een heel leuk idee vinden, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Misschien kan ik het wel vaker doen, maar dan met een andere winkel en misschien wel een ander budget. Abonneer ook zeker op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel naar de Zeeman gaan. Ik wilde gaan afrekenen en toen zag ik opeens dit. Ik ben al over mijn budget, maar ik twijfel. Dan zie ik dit en denk ik, oh superleuk, is het 8 euro. Maar ik vind dit geen 8 euro waard. Nou, als het 4 euro was, dan had ik het meegenomen. Maar ik vind dat zeg maar te duur voor de Zeeman. Oké, ik heb in totaal 27,94 euro uitgegeven. Dus ik zit onder het budget. Ik kon nog wel iets kopen, maar ik ben wel tevreden met de aankopen die ik heb gedaan. Toen ik in de winkel was, was ik een beetje aan het twijfelen of ik alleen voor de kleding wilde gaan of ook home decor wilde nemen. Dus ik heb van allebei een beetje wat. Ik had nog wat zomeritems nodig, dus dat heb ik gehaald. En ja, kamerdecoratie. Laten we beginnen met iets waar ik echt mega enthousiast over ben. Namelijk deze droomervanger. En deze was 4,99. En ik moet je zeggen dat ik dat voor de Zeeman best wel aan de dure kant vind. Puur omdat ik met de Zeeman echt een beeld krijg dat alles daar heel goedkoop is. Maar hij ziet er wel heel erg mooi afgewerkt uit. Het is niet heel erg slordig of zo. Dus op zich, qua prijs-kwaliteit verhouding vind ik prima. Alleen had ik wel stiekem gehoopt dat dit lusje hier aan de bovenkant iets groter zou zijn. Maar weet je, we kunnen hem ergens mooi gaan ophangen. Ik was al op zoek naar een mooie droomervanger. En ik ben wel van de wit en ja, de neutrale tinten. Dus dit past wel, denk ik, hoop ik, in mijn interieur. Dan heb ik iets anders voor een stuk goedkoper. Namelijk dit spaarpotje. En deze was maar 99 cent. Kijk, dit zijn nou de prijzen die ik van de Zeeman verwacht. Ik moet je eerlijk toegeven, ik vind zelf dat de Zeeman echt best wel leuke dingen kan hebben. Vroeger was die winkel best wel underrated. Dus dat mensen daar heel negatief over praten. Maar dat hoeft niet per se, want ze hebben best wel nice dingen. Ik kon eerst niet kiezen welke spaarpot ik wilde, want ze hadden twee varianten. Maar mijn vriend had me even geholpen. En ik heb uiteindelijk voor deze gekozen. Super schattig. Dus ik heb een spaarpotje. Dan hebben we een zonnebril. En eigenlijk toen ik net de winkel inliep, viel dit gelijk al op mijn netvlies. Deze kostte 3,50. Ja, ik weet niet of ik dit per se duur of goedkoop vindt voor die winkel. Ik vond het model heel erg leuk. En er staat ook op dat het beschermt tegen UV-stralingen. 400, zeg mezelf niet zoveel. Maar ik vond de vorm ervan wel heel erg leuk. En ik had nog een nieuwe zonnebril nodig. Zulke monturen, daar ben ik best wel een grote fan van. Wat vinden jullie ervan? En wat echt een pluspunt is, je krijgt er een zakje bij. Dus dat is mooi meegenomen. Dat heb ik dus voor 3,50 euro gehaald. Dat waren zeg maar de non-kledingstukken. Ik ben er best wel excited over. Oké, we hebben dit broekje. Er was geen paskamer bij de Zeeman, dus ik heb dit maar op de gok meegenomen. Dit is een maat 38 en hij kostte 5,99 euro. Lekker zomers printje. Hij is ook lekker stretchy, dus ik denk dat dit wel goed moet komen. Het stofje voelt wel een beetje gek. Even kijken van wat voor materiaal dit is gemaakt.
Dit is 96% gemaakt van polyester. Vandaar. Polyester, daar ben ik niet een mega groot fan van. Maar het is, want ik vind dat altijd zo'n zweetstofje. Maar hey. We hebben dit broekje. En dan hebben we nog een andere broek. En dit is een langere broek. En ze hadden deze ook in een korte variant. Maar die was niet meer in de maat die ik wilde. Ik heb weer een maat 38. En deze was 8,99. Qua prijs, kwaliteit, ja. Ik weet niet of de kwaliteit heel goed is. Maar prijs-kwaliteit verhouding vind ik het nog wel prima. Deze is ook van polyester gemaakt. En ik dacht, ja, ik heb wel twee broekjes. Ik moet ook een bovenstuk hebben. En om zo goedkoop mogelijk te doen, heb ik echt de meest goedkoopste bovenstukjes gevonden. Ik heb een zwart en een wit item. We hebben hier een wit hemdje. Normaal gesproken ben ik niet echt van zulke hemden. Maar misschien kan ik het leuk combineren. I don't know. Maar we hebben hier een hemdje voor €2,99. En dan hebben we een shirt. Een simpel zwart t-shirtje. Ook voor €2,99. Maar ik denk oprecht dat deze basic shirts nog best wel prima zijn van de Zeeman. Helemaal voor die prijs. Dus ja, ik heb wel aardig wat kunnen inslaan voor €30. Ik had bijvoorbeeld ook de droomervanger kunnen schrappen. En in plaats daarvan iets anders kunnen kopen. Maar ik wilde wel, ja, aankopen doen die ik wel oprecht leuk vind. En ik wilde niet dingen kopen puur om het te kopen. Dus ja, ik ga eventjes de outfits aandoen en dan weten jullie gelijk hoe dat staat. Dit is outfit nummer 1. Ik weet het niet zo goed met het broekje. Ik vind hem toch niet zo spectaculair. Helemaal voor de prijs. Ik weet niet, ik twijfel een beetje. Het shirtje daarentegen vind ik helemaal prima. Ik heb hem nu ietsjes gekropt als het ware. En hij zit gewoon prima. Hij sluit mooi aan. Ik kan hem ook, zeg maar, zo dragen. Dat is iets minder mooi met deze outfit, maar het kan wel. Ik vind het broekje niet helemaal mijn ding, dus ik denk dat ik hem terug ga brengen. Broek nummer 2 vind ik wel iets beter. Hier voel ik me een stuk beter in dan die andere. Ja, ik vind hem op zich wel leuk. Ik ga even kijken hoe het te combineren is met het andere shirt. We maken er een soort van DIY crop top van. Hij is niet heel mooi opgerold, maar het gaat om het idee. Ja, zo vind ik het wel op zich wel te accepteren. Ik merk wel het verschil in kwaliteit van dat polyester. Ja, dat vind ik gewoon minder chill. Ik heb liever een ander soort stofje dat wat luchtiger aanvoelt. Ik denk dat ik deze broek wel gewoon ga houden. Want ik vind hem ook wel leuk. Lekker zomers. Het is ook een leuke zomerse outfit. Misschien kan ik ook wel het hemdje, zeg maar, echt knippen. Dat het een DIY crop top wordt. Want ja, ik zou dit hemdje nooit op deze manier dragen. Dat is niet mijn ding. Sommige mensen doen het al, ik niet. Ja, het is niet echt goed te laten zien. Maar het is niet helemaal een flared broek. Maar de onderkant is wel wat wijder. En dat vind ik heel erg chill. Dus ik ben blij met deze outfit. Als ik het over mezelf mag zeggen, denk ik dat ik toch best wel het goed heb gedaan. Ik ben blij met de aankopen. Op één ding na, want het resultaat, ja, kwam gewoon niet overeen met mijn eigen verwachtingen. Dus die gaat terug. Maar de rest van de items ben ik wel heel erg enthousiast over. Ook al zijn twee items hele basic dingen. Maar hey, daar is niks mis mee. Ik ben benieuwd wat jullie van deze video vonden. En wat jullie het leukste item uit deze shopblog challenge vonden. Heb jij een andere challenge voor mij? Bijvoorbeeld bij welke winkel ik voor een bepaald budget moet gaan shoppen? Laat het dan vooral weten. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!